Zo, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zondagmorgen. Maar zoals je ziet... Oh, bijna vergeten. Zoals je ziet, al meteen de voetbalkleren aan voor Juliana. Geen zondagmorgen praat vanuit het bos, ook niet naar het hardlopen of naar het fitnessen, want we moeten gewoon vroeg weg. Dat hadden we vorig jaar, vorig seizoen natuurlijk ook, dat we een keer vroeg weg moesten en toen was ik ook van tevoren bezig hardlopen dan me eerder uit bed. Dat klopt, alleen ik heb nog een lichte blessure aan mijn kuit. Dat had ik vorige week zondag al doorgegeven. Vorige week zondag was ik bezig aan hardlopen op de loopband en toen een keer schoot hij mijn kuit. Hij kwam in één keer op, zat in één keer op, was in één keer verkrampt. Nou ja, goed, wel doorgefinished en de rest blijven doen. Maar ja, dan heb je toch dat stukje wat je dan net niet kan afmaken. Op maandagavond was ik weer teruggegaan, de hele dag niks gevoeld. Ja, toen begon mijn kuit weer op te spelen. Weer meteen gestopt. Woensdag ben ik bezig fitnessen. Afgelopen woensdag. En toen dacht ik van nou het gaat goed. Ik had dinsdag weer de hele dag gewerkt en gelopen en gedaan. Niks gevoeld. Woensdag gewerkt en heel veel gelopen. En ik ga weer op de loopband staan en schieten weer in. Dus dat moet eventjes herstellen. Dat had ik gisteren nog bedacht van ga ik nog fitnessen, ga ik iets doen, omdat ik wist dat ik vandaag natuurlijk vroeg weg zou zijn en weer vroeg naar Juliana moest. Dan komen natuurlijk altijd van die dingen tussendoor, even dit doen, even dat doen, dus daar is ook niks van gekomen. Natuurlijk, gisteren wel eventjes voetbal gekeken. Ja, Nederlands elftal, moet ik ervan vinden. Ik weet het niet. Op zich gaat het niet verkeerd. Ze winnen natuurlijk, dat is logisch. Dat is goed. Het hoeft niet altijd met mooi en goed voetbal te zijn. Maar in het begin, ik dacht echt van jongens, kom op, steek dat vuurtje nou eens op. Want het gaat allemaal zo traag en zo sloom. Maar ja, blijkbaar, ik hoorde vanmorgen Jack van Gelder op de radio. Blijkbaar hoort hij een klein beetje bij zijn huidige tactiek van Van Gaal. Een beetje de tegenstander wat ontregelen. Het gevoel geven van ja, we kunnen wat, maar dan uiteindelijk gewoon nagenoeg niks weggeven. En dan op de kante manier gewoon je doelpuntje maken. Want dat eerste doelpunt, dat was een goede combinatie. Echt een super combinatie. Tik, tik, tik. Diep spelen, breed spelen, terug op de 16, knal erin. Hoppakee. Zo kan voetballen leuk zijn. Dus zoals ik zeg met het sporten, op zich vind ik het natuurlijk altijd wel jammer, want er is toch een bepaalde gewenning en een gewoonte die je hebt gecreëerd voor jezelf. Op zondagmorgen lekker sporten, lekker even in het bos of, in de sport, en dat is vanmorgen niet. Is toch raar. Maar goed. Daarentegen moet ik wel aan mijn eigen gezondheid denken. Het zou natuurlijk lullig zijn als je dan zelf sportverzorger, sportmasseur, en dan ga je tegen alle wetenschappen in jezelf nog meer plezieren dan dat het nodig is. Dat is natuurlijk stom. Dat is natuurlijk raar. Natuurlijk kan dat gebeuren als je al ben je dan sportverzorger, natuurlijk kun je een zweepslag krijgen. De topsporters kunnen een zweepslag krijgen. Dus ze maken het allemaal niet uit. Maar op het moment dat je dan iets hebt en je gaat het opzoeken en je krijgt het dan weer. En dan de derde keer even een steek. En je hebt er dan met je werk verder geen last van. En het gaat goed. En dan krijg je de volgende punt. Je denkt dan dat het goed gaat. Omdat je niks meer voelt. Maar op het moment dat je weer gaat sporten en schiet er weer in, ben je weer terug weer af. En zo blijft dat dan iedere keer doorgaan. Dan kan het alleen maar van kwaad tot erger worden.
En dan heb je misschien wel het probleem dat het daar een chronisch iets gaat worden. Nou, dat willen we dus niet. Dus, nou, morgen ben ik een dag vrij. Dus, ja, ik denk dat ik morgen maar even rustig ga proberen met fitness, met buiten hardlopen, maar gewoon met fitness, rustig aan, rustig tempootje op de loopband. Zorgen dat ik die 12 minuten weer gewoon vol kan houden zonder dat ik mijn kuiten opblaas. Dus het kan wel zijn dat ik gewoon te hard van stapel ben gegaan een keer. En ja, dat dus. Maar dat zullen we wel zien morgen. Ik wacht wel af. Nou, vandaag wedstrijd naar Zundert. Moerse Boys. Eindje Kachelen met de bus. Volgens mij iets van 1,5 uur of zo. Dus ja, dan moeten we op tijd vertrekken. Zometeen natuurlijk eerst een bijeenkomst bij de club. Ontbijtje. In dit geval echt een ontbijtje. Dat is vroeg. En dan bespreking, spullen pakken in de bus. Dan naar richting Zundert. 2 uur voetballen, volgens mij. Of 2:30. Ik weet het zo of niet. Ja, en dan weer terug. Nou, maar Moerse Boys, wel altijd heel gezellig daar zo. Nou, vorig jaar zaten we natuurlijk nog met, met de coronaregel. Ze hadden daar niet zo heel erg veel moeite mee. Maar het moment dat ik daar binnen stond, vond ik het toch, ondanks dat ze dat niet naar, vond ik het voor mezelf niet prettig. Dus toen ben ik ook weggegaan. Toen ben ik naar de bus gegaan, ben ik in de bus gaan zitten. Maar goed, dat was vorig jaar, dit jaar niet. Dit jaar gaan we gewoon weer eventjes. Dat wil zeggen dat we meteen een feestje gaan vieren, want ja, zoals ik zeg, we moeten natuurlijk nog met de auto terugrijden. Van Malden af naar huis. Dus ja, dan gaat dat niet om dan ook nog eens een keer lekker te gaan pimpelen. En afgelopen week heb ik een zondig weekje gehad. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb even het wegen laten varen. Ik ben ook bang dat als ik er nou op sta, dat ik weer iets toch te veel ben aangekomen nu. Maar goed, ik pak deze week even als zondig weekje. Van alles en nog wat. Verjaardag van mijn vrouw afgelopen vrijdag. Dus ja, feestje. Gisteren dan weg geweest. Dus ook weer. Ja, weet je, dan ga je naar Utrecht toe. Eetstijd terug, ga je eten. Ja, waar ga je eten? Nou, waar we voorzien waren, die kan niet kopen. Die zitten in een verzorgingshuis. Dat klinkt meteen weer zo oud. Hij heeft een herseninfarct gehad. Hij is tweelingbroer van mijn zus. Of van mijn vrouw. En die zit dus nu in een zorgstukje. Omdat hij gewoon niet zoveel zelf kan. Dus daar waren we gisteren op visite. Dan ga je terugweg. Ja, wat gaan we dan doen? Ja, dan maar weer een keertje mekken. Dus ja, hadden we al heel lang niet meer gedaan, moet ik wel zeggen. Dus op zich komt dat weer een keertje. Maar goed, we zullen wel zien. Komende week gaan we ook weer in ieder geval een klein beetje eraan denken. Om niet helemaal uit de hand te laten lopen. Zoals ik al zeg, ik wil absoluut niet meer boven de 100 kilo uitkomen. Ik wil zeker onder 100 kilo blijven. En dan hoor ik natuurlijk aan mensen denken van ja, 99,9 is ook onder 100 kilo. Dat klopt. Maar onder 100 kilo dan wil ik toch ergens een beetje rond die 95 blijven hangen, 97. Het liefst wil ik rond de 92, 93. Maar ja, als je dan weer veel aan het fitnessen bent, dan wordt dat een lastig stukje. Dat heb ik inmiddels al ondervonden. Dat is lastig. Om te willen afvallen en toch spieren kweken.
tenminste dat je gaat vinden, is ja, pak je automatisch wel een klein beetje massa. Ja, spierontwikkeling, altijd. Dus ja, dan is dat toch wel even lastig. Die combinatie is moeilijk. Maar goed, ik ga er wel aan werken. En als ik in ieder geval deze maanden, de kerstmaanden, feestmaanden doorkom, dat ik toch iedere keer rond die 97 blijf hangen, dan vind ik het best. Dan vind ik het best. Dan kunnen we in het voorjaar kijken of dat we echt wel richting die 92, 93 kunnen komen. Zo ongeveer. Een beetje mijn doelstelling. Dat was eigenlijk afgelopen jaar ook. Nou, dan ga je dus meer fitness, meer ja, massa kweken. Ik merk wel aan mijn lichaam dat er wel verandering in zit. Ja, voor mij dan zeg maar qua uitvaart, het gevoel zeg maar. Dat als je nou bij spreken of mijn schouder voel, dat ik op mijn schouder voel en dan op de ja hoe moet dat nou zeggen? Minder dikke huidvet of zo. Ik weet niet hoe dat ik moet zeggen. Ik weet het niet, maar zoiets. Ja, ja, anders. Dus, maar we zullen het wel zien. Even afwachten. Ja, natuurlijk, de leeftijd speelt ook mee. Sommigen zeggen dan van, joh, maak je niet dik. Nee, ja, dat doe ik dus wel als ik te veel eet. Maar, ja, probeer er gewoon meer aan te houden, meer rekening mee te houden. Wel fit te voelen daardoor. Dus dat is belangrijk. Dus ik doe het ook niet voor anderen, ik doe het gewoon echt voor mezelf. Maar goed, we zullen wel zien. Nou, we beginnen al meer en meer richting Malden te komen. Dat is natuurlijk logisch, want ik ben aan het rijden. Dus ga ik zo een afsluiting maken. En dan ben ik benieuwd wat het vandaag gaat worden. Het zou wel goed zijn als we vandaag weer winnen. Dan hebben we dus die uitdaging. Of tenminste, dan heeft Ton de uitdaging om morgen met de fiets van Zundert uit naar de huis te fietsen. Dan wordt het natuurlijk best wel koud. Daar ziet hij wel een beetje tegenop. Dat als het dan te koud is om dan te gaan fietsen. Je moet daar natuurlijk wel een beetje voor gekleed zijn. En, dus ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Of dat hij... ja, ik weet het niet. Meestal, ik ben dan min of meer toch een beetje een man van principes. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Op het moment dat je aankomt dat je dat gaat doen, dan moet je eigenlijk klaar. Dan moet je dat gewoon doen. Dus ik hou me vaak in als ik dingen ga beloven. Of wil gaan beloven, of eventueel iets zou willen gaan beloven. Nou, ik zou zeggen, tot de volgende keer, volgende week. Ik hoop dat ik dan volgende week weer een zondagmorgen gepraat heb. Het zij vanuit het bos, of het zij na het fitnessen. Op een of andere manier heb ik dan toch meer een lekkerder gevoel daarover. Omdat je dan al iets gedaan hebt. Ik heb nu helemaal niks gedaan. Ik ben nu op bed blijven liggen. Totdat ik kan gaan. Aankleden, omkleden en gaan. Dat is toch een raar gevoel. Ik heb daar... ik weet het niet. Ik vind het... ik vind dat raar. Ik vind het raar. Maar het is nou eenmaal zo. Daar kun je niks aan doen. Ik had liever ook niet gehad dat die kuitspier vorige week begon op te spelen. Ik ben nog steeds een beetje verbaasd hoe dat daar eigenlijk kan. Nou denk ik wel dat ik weet hoe dat daar komt. Dat die is gaan opspelen. Met het werk heb ik auto van die zware karren die ik achterover moet trekken om over het dampertje heen te komen. Ja, en dan sta je wel eens met je linkerbeen naar achteren en je rechterbeen natuurlijk tegen die kar aan te douwen om dus achterover te kunnen wippen. Ja, en dan komt er best wel wat spanning op die kuitspier te staan. En ik heb dat laatst gemerkt toen ik dus die pijn had bij een klant dat ik dat deed, dat ik denk die precies die plaats die pijnlijk was, dat ik die precies voelde. Dus daar kan een oorzaak
een gevolg van zijn. Van het achterovertrekken van die, dat ik dat van de week of vorige week al een keertje heb gehad. Maar dan ben je zo met je werk bezig dat je er niet op let dat je iets, misschien al een klein beschadigingje daar op die spier hebt gekregen. Dat je dat niet hebt gemerkt. En dat dat door het hardlopen dan in één keer, pam, dan zit het erin. Ik verwacht ongeveer dat het dat is geweest. Maar goed, dat zullen we wel zien. Ik wacht morgen in ieder geval af. Nou, dan zeg ik al voor de derde keer. Ik ga nu afsluiten, want ik ben in Malde. Dus, bij deze ga ik dan even herkondigen dat ik ga afsluiten. Heb je deze... Nou, kijk. Als je deze video leuk hebt gevonden, dan kun je natuurlijk eventjes een duimpje omhoog geven. En dan eventjes abonneren op dit kanaal van deze extreem lange zondagmorgenpraat. 16 minuten wel te verstaan. Goed, dat krijg je dan ook als je van Graven naar Malden rijdt en je probeert de hele zaak vol te lullen, dan krijg je dit. Dus nogmaals, blauw duimpje, abonneren, zie ik jullie volgende week zondag weer terug. En dan zou ik zeggen met mijn welbekende tot ziens en ciao. Ho, ho, ho.